Nou, even een filmpje over deze Mini Cooper S Countryman uit 2017. Nou, het is een knalkleur zoals je kan zien. En hij is ook heel erg snel, want het is een sportversie. En hij heeft 192 pk. En hele luxe opties van binnen. Loop maar even met me mee. Mooie velgen. 18 inch. En hier zo zie je al meteen de keyless entry. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk gewoon de sleutel in je tas of in je zak kan laten. En dan kun je hier zo op drukken. En dan kan je hem afsluiten en weer openmaken. Hele handige optie. Laat ik meteen even de ruimte zien, want de Countryman staat natuurlijk bekend om zijn ruimte. Er is genoeg plek voor 3 personen achterin. En ook de kofferruimte is een stuk ruimer geworden. En er zit ook nog een dubbele bodem in. Dus als je nog wat extra spulletjes kwijt moet, dan kan dat hier. En je hebt hem zo ook mooi afgewerkt. Nou, dan laten we ook even het interieur zien en gaan we dadelijk even een stukje rijden, zodat je toch al een beetje mee kan krijgen hoe fijn dat de auto rijdt. Het is namelijk een automaat en hij heeft hier ook de modusstand, zeg maar. Daar kan je dan kiezen voor een sportstand, een middenstand of een groene stand. Nou, in de sportstand dan is hij extra snel, reageert hij nog wat sneller op de pedalen en op het stuur. De middenstand is gewoon een normale stand en de groene stand dan is hij extra zuinig. Nou, hij heeft ook een panoramadak. Met dit weer is dat natuurlijk heerlijk. Kun je hem of alleen op keep zetten, of je kunt deze helemaal open zetten. En dan heb je toch een beetje cabrio gevoel en dat in een Countryman. Ik ga hem nu even dicht doen voor het filmpje, voor het geluid is dat wat beter. En als je nu bijvoorbeeld last hebt van de zon, dan kun je ook dat schermpje hier zo gewoon dicht doen. En dan heb je daar geen last van. Dan gaan we nu even een stukje rijden. Ook hier zo een automatische handrem. Ziet er ook net even wat mooier uit. En dan kun je hier zo op drukken en dan, dan laat hij los, zeg maar. Hij heeft 77.426 kilometer gelopen. Nou, hij is van 2017. Hij heeft een multifunctioneel stuur met cruise control en een limietknop. Dus bij de limietknop moet je wel nog gas blijven geven. En bij de cruise control neemt de auto het eigenlijk helemaal over. Nou, hier kun je dus je telefoon opnemen. Hij heeft ook Bluetooth. Dus via je telefoon kan je dan, of via het stuur kan je dan je telefoon opnemen. En hiermee kan je de radio bedienen. En via een AUX-kabel bijvoorbeeld kan je je Spotify luisteren. Dus ik heb net even mijn eigen telefoon verbonden. En dan komt ook je telefoonboek en alles komt er dan in te staan. Dus dat is wel heel handig natuurlijk. En hier omheen zie je dus de lettering. Die kleur komt ook wel terug in de deuren. En dat kan je nu misschien niet zo goed zien, maar daar maken we nog wel wat foto's van. En die kan je dus ook van kleur veranderen. Hier bovenin doe je dat. En dan kan je dus een kleur kiezen wat je zelf wil. Dus nu staat hij bijvoorbeeld op ambianceverlichting. Maar je kan bijvoorbeeld ook instellen dat hij op toerental beweegt, zeg maar. Of op andere dingen die gebeuren als je bijvoorbeeld achteruit rijdt, dat hij daarop reageert. Dat kan je helemaal zelf instellen. Het is gewoon een hele leuke optie van Mini. Ook als je de deur open doet, dan zie je dat logo op de grond. Nou, in het donker ziet het er heel sfeervol uit. Verder heeft hij automatische airco. Hier zo in 2 zones. Kan je zelf instellen. Is ook de luxere variant. Hij heeft stoelverwarming en een start- en stopknop. Hij heeft geen navigatie, maar daarvoor leveren we een hele handige houder. Die kan je zelf bevestigen waar jij het handig vindt. En dan kan je gewoon eigenlijk navigeren met Google Maps. Dat is altijd up-to-date en prima om het zo te doen. Nou, zoals je kan zien heeft hij een mooie halfleren interieur. Met carbon black noemen ze dat, is dat afgewerkt. En dat komt ook wel terug in de deuren. En hier heeft hij ook de luxe afwerking, dat is lakafwerking, hier zo met een mooi randje eraan. Nou, hij kost €26.500 of je kan hem financieren voor €281 per maand. Dat is zonder aanbetaling op basis van een looptijd van 120 maanden. Je kan dan gewoon tussendoor aflossen wat je zelf wil. Maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een kortere looptijd of wel iets aanbetalen. Dus als je nu graag een berekening op maat wil, laat het ons even weten. Al onze Minis worden afgeleverd met afleverbeurt, 6 maanden garantie en een nieuwe APK. Heb je nog vragen of wil je graag een proefrit maken, dan horen we het heel graag.